Hallo allemaal! Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Lekkap. Vandaag is een vroege, maar vooral een spannende dag. Want vandaag wordt Eli geopereerd. En toen we Eli... Ja, we gaan zo niet aan doen. Wij moeten zo naar. Bias gaat ook even mee. Toen we Eli erover vertelde, kan ik wel zeggen dat hij er eigenlijk wel zin in had, toch? Hij zat er positief in. Ja. Ja, toch? En je wilde eigenlijk ook nog wel langer blijven in het ziekenhuis, toch? Nee, ik ben er huis was. Oh, je dacht dat het huis Ja, maar hij weet nog niet echt helemaal wat gaat gebeuren. Het is de eerste keer ervaring. En nou is het ook zo dat iedereen onder narcose moet straks. Maar hij mag vandaag wel weer naar huis, dus we hoeven daar niet te slapen. Maar goed, het is fijn dat hij er goed in staat. Een tijdje geleden hadden we verteld dat bij Eli buisjes geplaatst moeten worden en zijn neusaanmanden moeten worden verwijderd. Dat wordt zo meteen gedaan. Het is nu bijna 7:15. Wij moeten naar het ziekenhuis. Spannend, gaan we schoentjes aandoen. We zijn aangekomen in het ziekenhuis van Eli. We hebben leuk vervoer voor jou geregeld. Kijk eens even aan, een ziekenhuisgolfkar. Nee. Het is een grapje, Nee, dit is voor mensen. Ja, dit is jouw vervoer. Eli. Nee. Oh, die heeft een bel. Eli, die voor jou. Nee, dat is niet nodig. Nou, is het zo dat we nu nog even met z'n allen zijn, maar zometeen afscheid moeten nemen? Want er mag maar één ouder mee en Deborah moet zometeen gewoon naar school. Eli, vertel eens even, welke ouder heb je uitgekozen? Die moet weer gemeld, maar Eli wil nog één keer even muziek. Mag ik een mooi muziekje? Kijk, we beginnen gelukkig goed en ontspannen. Het wordt wel tijd om afscheid te nemen. Zeg maar, doe je veel sterkte. Tot vanmiddag, Debbie. We hebben de instructie gehad, liggen er klaar, maar het is nu echt tijd om afscheid te nemen. Het is echt, ja, best wel. Het is de eerste keer. Oh, dan zien we je over een paar uurtjes. En dit is dus het bedje van Eli voor vandaag. Eentje erbij. Klaar voor? Groot houden. Ach. Kijk eens wie er zijn. We zijn weer compleet. Of nou ja, half. Jij bent ook mee, want Debbie is op school. En het zit erop voor Eli. We hebben verder geen beelden gemaakt van het onder narcose gaan. Want ja, dat soort dingen. Sommige dingen film je gewoon niet. Niet alles hoeft gefilmd te worden, maar het zit erop. Het is helemaal goed. De narcose is uitgewerkt. Wat we wel hebben meegenomen is het narcosekapje waarmee Eli onder narcose is gegaan. Weet je nog wat ze hiermee deden? Dus hij moest liggen op de tafel, toen kreeg hij die op, hè? Moest hij heel hard ademhalen en toen ging hij. En toen ja, sliep Eli. Ik ben wel echt blij dat jij bent gehouden. Ja, ik had echt niet volgehouden. Ja, ik was alleen mee. Ik werd heel emotioneel. Maar goed, het duurde ongeveer 5 minuten. En daarna bijgekomen. En toen heb je ook een lekker ijsje gegeten. En nu heeft hij alleen nog een beetje wat bij zijn neus en oren. Maar verder gaat het hartstikke goed. Diploma gekregen. En die gaan, wat gaan we hiermee doen? Die gaan we slapen. Ja, als we slapen, doen we die gewoon op, hè? Het is alweer een dag later en eigenlijk gaat het helemaal niet zoals we verwacht hadden. Jij en ik hebben het gewoon echt zwaar. We hebben het zo zwaar, want ik weet niet wat ze in de narcose hebben gedaan. Ja, het is zo bizar. Jongens en meiden, Eli, die heeft energie voor 10. Het is niet normaal. Niet normaal. En hij moet rustig blijven. Dat is het probleem, want we gaan eens even kijken. Mimi. Kijk. Hey, Mimi. Kijk, daar hebben we hem. Kijk. Oh, even wacht. Hij zit scheef, even. Ja, zo, wauw. Ten eerste, je ziet er hartstikke goed uit. Ik zou niet zeggen dat je gisteren een operatie hebt gehad. Maar inderdaad, wat Sarah net zei, het probleem is, hij moet dus rustig blijven. Hij mag niet springen, te veel bewegen. De eerste week moet hij echt gewoon rustig aandoen. Hij moet gewoon echt rustig. Hij mag niet door zijn hoofd, zeker niks. En dan heb je Eli, die bij... Ja, lekker voor je zit geen water in. Dit is trouwens ook een dingetje. Het is vandaag echt super warm weer. Maar mag dus helemaal niks met water doen. Geen zwembad, waterpret. Want er mag ook geen water in zijn oren komen. Maar dit bedoel ik. Het is natuurlijk heel goed natuurlijk, dat het goed gaat met Eli. Maar het is het lastigste om Eli rustig te houden. Want die heeft echt energie van honger. Het is niet te doen, joh. Even de vraag aan jou. Hoe voel je je? Het is echt, ja, zoals ik zei, het is super fijn dat hij zich goed voelt. Want het enige waar Eli echt last van heeft gehad, was gisteren toen hij uit de narcose kwam. Toen zat er iets op jouw hand. Wat zat er op jouw hand?
Bloed. Er zat nog een infuus, die moest hij nog een uurtje inhouden. Ik heb er even een foto van gemaakt. Maar omdat hij bloed zag, kreeg hij echt een error. En later had hij dus ook bloed ontdekt bij zijn neusje en zijn oren. Dat is inmiddels schoongepoet. Dat was eigenlijk een beetje het enige waar hij last van heeft gehad. Eli, ja, aangezien je genoeg energie hebt. Oh, je bril. Je bril. Kom, we gaan er even uit. We gaan even wat leuks doen. Kom. Dit gaat daar gisteren op, toch? Ja. Oké, kijk of ik in misschien werkt. Energie. Zo! Wow. Oh, Sam! Kijk, dit is. Geef hem! Oké, dit is die maal, wat zit erin? Nee. In plaats van dat hij slapen gevallen is, maar hij volgens mij alles zijn energie maar opgewekt. Hij is fully loaded met energie. Nee. Hij vliegt gewoon. Kom, ga dan ook. Ja, kom. Ik denk even rustig zitten. Ilai, kom. Doe het niet. Doe het niet. Hij staat. Nee, Ilai. Hij heeft tenminste niet als trauma ervaren. Dat is trouwens ook heel fijn. Oh, maar je nooit van huis gegeven. Kijk. Doe maar. Doe eens. Soort van wanneer hij wat heeft geïnhaleerd dat hij de energie van... Nog een keer, Mimi. Nog een keer. We zijn klaar. We kunnen gaan. We hebben even een stukje gereden, jongens. Ja. Inmiddels alweer een beetje wat rustiger geworden. De energie is uitgewerkt. Top. Dan kunnen we veilig uitstappen, mama. Toppie. Maar we gaan eventjes wat leuks doen. Wat gaan we doen, Ilai? Een boerderij. Oh, en we hopen dat we geitjes kunnen gaan voeren. Dat is leuk. Word je heel rustig van. We hebben eventjes wat verse geitenmelk gehaald. En wat biks, Ilai. De dokter zei dat het heel goed is om geitenmelk te drinken. Drink maar. Nee, dat is een grapje. Wil je drinken? Doe maar drinken. Hij vertrouwt ook niet. Nee, maar goed, we gaan eventjes wat babygeitjes zoeken en melk voeren. Ze zeggen dat we rust geven, babygeitjes. Ja, dat hopen we. Geitjes gevonden, kijk dit. Hey, maar dit is de eerste keer van Mimi ook, hè? Volgens mij durfde hij het nooit. Nee. Maar wel zo, een beetje zo. Oh, wacht. Esther, wat gebeurt hier? Hé, wat gebeurt hier? Hey. Oh, kijk hier, zo lief. Wel zeggen, het werkt. Ze zijn helemaal zet. Maar kijk dit nou. Oh, wat een geitje. Bedankt, je geitje. Ja, lief geitje. Oh, Esther, wat gebeurt er nou? Ze willen een melkfabriek. Ze willen een melkfabriek. Ga bij. Ik heb niet meer. Volgende halte. Grote geitjes. Gebeurt helemaal niks. Ga maar erin. Het grootste trauma van mijn kinderjeugd. Van jou? Ja, dat is allemaal zo opgekwamen. Oh, oké, wacht. Ilai, hier. Oké. Succes. Oké, ga maar lopen. Oh, ze hebben Ilai gezien. Ilai, oh Mimi ook. Zijn we klaar voor deze? Okay. Oh Mimi, hou goed vast. Hou goed vast, Mimi. Nee, goed, alles op de grond. Ilai, ze willen jou. Oh, maar het gaat goed. Oh, corona is hier ook. Oh. De nieuwe variant. De scheitenvariant. Jongens en meiden. Gezondheid. Foto. Oh, foto, oké. Cheese. Is het afgelopen? Goed zo. Een mondbakje. Alsjeblieft, een mondbakje. Oh, nee. Dat was een grapje. Geef terug. Oh. Oké, van het geitenprobleem zijn we over naar een volgend probleem. Het is al iets later, we hebben gegeten. Heb jij een beetje te veel gegeten? Oh, nee. Want volgens mij zit Mia's een beetje vast hier in de stoel. Die stoelen hebben hier dus een gat. En daar zit Mia's dus in vast. Ga er eens uit. Probeer er eens uit te gaan dan. Kom eruit. Het deed hij echt zo. Kom eruit. Ga eruit. Ga zo. Wie? Go. Wie? Ga eruit. Ik ga stuk. Hij moet de ene kant een beetje huilen, maar moet ook brandweer. Lachen. Brandweer. Mimi zit vast in de stoel. Brandweer, kom helpen. Brandweer. Okay, kom maar, we gaan je eruit halen. Klaar voor de reddingsactie van Mia's. Hou je buik in. Hou je buik in. Oh, Mimi, hij zit vast in de stoel. Hij zit vast in de stoel. Hij zit echt vast.
de tafel afgeruimd, ligt Eli op bed, want die was toch best wel moe. Maar hebben we nog iemand die doorgaat hoor? Kijk, komt ie. Mimi, kijk er. Met een muziekje erbij. Wacht, daar komt de beat. Hey. Oké, dat je zo lief danst, alsjeblieft. Er is iemand gelukkig en blij met zijn crackertjes. Hopelijk komt hij straks niet weer vast te zitten in de stoel. Want Mias, dit keer helpen we je niet. Wat we wel gaan doen is deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Zouden we zeggen, abonneer. En tot de volgende keer. Doei!